I do. Take a second, little guy. Ik heb overtrokken van dat ding. Hij heeft overtrokken? Ja, van die. Hey, heeft Anthony nog een... Anthony Kameling? Een fust of zo. Ja, Anthony Kameling, ja. Een oude fust zo liggen. Die zou mooi erin kunnen, om in te stoken. Of niet? Wie is Anthony? Hè? Wie is dat? Anthony. Ja, ja. Anthony. ZundapChef. Bam! Sluitstuk. Thijs, binnen toen. Aftekenen, jongen. Zeer accuraat aftekenen. Ja, ja. Dan gaan we kunnen slijpen, kut. Hey, en bovenonder moet ook 5 centimeter hebben. Nou, hieronder of wat? Leg je het terug op? Hè? Oh, jij hebt gewoon maar naar boven gehouden, hè? Dat recht lijn. Ja, heel erg. Denk jij dan? Je speelt vals. Denk too close. Je speelt vals, dat mag niet. Denk too close. Dat vloog je voor. Doe helpen met de hand, hè. Fijn dat we een goede stift hebben, hè. Jongen, we moeten er een meebrengen. Ja, dan kunnen we daar al een dutch beginnen, jongen. Ja, jongen. Dan las ik ze daar al aan elkaar vast. En met daar, als we die dutch hierin hebben zitten, dan zijn we alweer een heel eind. En dan lassen we die twee de bovenste en de onderste aan elkaar vast. Hey, en dan kunnen we ons daar kieuwen, jongen. Kieuwen? Opstoken dan. Dan kunnen we het barbecue voor hem uitnodigen. Ja, kunnen we een cool barbecue. Zelf wel boeien meenemen, en bier. Hey, ken je die uitspraak? Eens kijken hoe die gaat, hè. Ik heb wel eens bier gedronken zonder te barbecuen, maar barbecuen zonder bier is geen optie. Deze ook. Ja. Oh yeah. Chef, jongen, ben hem doen. Aan het water maken. Dat duurt al iets langer. Zo worden ze of niet? Dat zijn voor de grote. Dat zijn voor de grote. Chef! Hey, chef! Hey! Hey! Mooi lasnaadje! Proost!
Mooi jongen. Kom niet verder. Nieuw ontwerp. De uitlaten. Hier erop. Past perfect. Dat is te gruwelijk. Nee. Zo gaan we dat doen. En dan nog de smoker erop. De bovenop. En nog twee kleine uitlaatjes. Ja jongen! Oh jongen, wat nou weer dan? Dat zou het lastig zijn, maar net deze ding is gewoon wat mijn hersenen zetten. Ah, maakt niet uit jongen. Gooi maar in de vat met olie hier. Laat ik best niet doen. Nee, zullen we dan eens niet doen. Chef, wat zijn we hier aan het doen? We zijn bezig met een beetje lastig van de uitlaat voor op de bullbarbecue. Het is de lomp uit jongen. We doen dat gewoon, het is de lomp uit. Lomp is even lastig. Ja. Dus nu zit de uitlaat daarop. Het ziet er mooi uit, log eruit. Maar het zit best wel recht. Alles uit de hand. Uit de hand slepen, uit de hand getekend, uit de hand gelast of nee? Yep. Niks afmeten, doen we niet aan. Goed doen. Thijs, ja. Dit is de eindupdate van vandaag, jongen. Part wat denkt hij? Part 3 barbecue building. Het gaat goede kant op. We hebben de uitlaten geïnstalleerd. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste, want anders is het geen officiële barbecue. De boel is erop. En daar komen er nou uiteindelijk nog een keer twee. Die moeten we nog even gaan halen. We hebben de deur in de stookton. We hebben de deur in de... in de smoker en we hebben de deur al in de badkamer. We hebben zelf al een handvat gemaakt. We hebben de scharnieren erop zitten, zo goed dat gaat. Ja, nee. Hey, en moet kijken. Hey, doe me zo open, jongen. Bak, jongen. Bam. Jongen, het is in de bak, jongen. Doe me eens helemaal open, even kijken hoe dit daar gaat. Dan moeten we weer advies op zijn. Het is helemaal nooit zo. Mooi glas, chef. En een mooi glas. Nou ja, niet mooi, maar wel goed. Maar hier nog een beetje recht zo. Ja, we moeten nog een beetje slijpen. In die klep. Dat is mooi recht. Dus, ik zie de chef en deze is de app van de update. Deze vind ik ook wel vet, hoor. Ja, dat is op zich ook best goed gelukt. Hier is kleiner ook.